En wat tof dat je kijkt deze gloednieuwe video hier op TagTime. Ik ben Marco en in dit geval hebben we dus de 250 euro game PC die we al een paar weken geleden hadden samengesteld in het koopadvies. Toen hadden we gezegd dat bij een bepaald aantal likes we dit PC ook in elkaar gingen zetten. Nou, hij staat hier nu achter mij. Hij is compleet. Alles zit erin wat we ook toen hadden aanbevolen. Ja, het was wel even een gedoe om het in elkaar te zetten. Je kon wel echt duidelijk merken dat het ook echt een budgetbeeld is. Maar op zich is het toch uiteindelijk gelukt. Wil je weten hoe dit allemaal is gelopen? Smash dan vooral even op de like-knop. Laten we kijken of we de 500 likes weten te halen. En ik heb dan ook even jouw hulp nodig voor de volgende video. Want in deze video gaan we de PC dus in elkaar zetten. Maar ik wil wel heel graag van jullie weten welke games moeten we gaan testen. Kijk, ik heb dat ding natuurlijk niet in elkaar gezet om gewoon als boekenkast te gaan gebruiken. Maar ik wil gewoon heel graag weten van jullie welke games moeten we gaan testen. Drop dus in ieder geval in de reacties welke games wij hiermee moeten gaan testen. En wie weet zie je jouw game volgende week dan terug bij de benchmark ronde. Want we gaan natuurlijk ook al die games nog even gaan testen. Gaat het wel echt werken? Is het wel echt een game PC? Laten we heel snel gaan beginnen. Zodra ik in deze vingers heb geknipt, gaan we over naar de timelapse. En dan ben ik heel benieuwd wat jullie van de PC gaan vinden. Let's go! Geef deze video dan massaal even een duimpje omhoog. 300 likes zou tof zijn. 500 likes gaan we die PC opbouwen.
valt dus op zich heel erg mee wat er allemaal is gebeurd met het bouwen van deze PC. Het is niet heel erg moeilijk om te doen, zolang alles maar goed erin zit, kom je een heel eind. Dus in ieder geval, heb je al jouw favoriete game achtergelaten in de reacties die we zeker moeten gaan testen? Nog niet? Doe het dan nog even snel. Wie weet zie je jouw game volgende week wel in een benchmarkronde voorbij komen. De komende dagen zit ik trouwens ook op IFA in Duitsland. Dus er zullen ook zeker veel verschillende posts online komen op social media. Bijvoorbeeld aan Instagram, Facebook en ook nog eens op Twitter. Allemaal vanuit Duitsland. Echt een super toffe beurs is het. En ik ben echt heel benieuwd wat ze dit keer allemaal hebben staan. Ik wil in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken in deze video. Bedankt voor jullie support. Want zonder jullie support was het ook niet mogelijk om dit in elkaar te zetten. En ook even een hele dikke shout-out naar onze Patreons. Die daarmee ook aan geholpen hebben. Want zonder hun was het ook niet mogelijk geweest om deze PC in elkaar te zetten. Ben je nog geen Patreon? Ga dan even naar onze pagina. Linkje staat in de beschrijving. En word je ook lid van onze Patreon page. Dan kunnen we ook hele toffe projecten gaan doen. Waaronder ook bijvoorbeeld deze PC die hier staat. Maar ook hele andere toffe dingen. Je krijgt bijvoorbeeld ook sneak peeks van nieuwe video's die eraan zitten te komen. En je kan ook meebeslissen over andere nieuwe toffe series die komen. Dus wil je dat zeker ook doen? Ga even naar onze Patreon page. Binnenkort komt trouwens er ook weer een nieuwe giveaway van online. Ik wil in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Bedankt voor al je support. En ik check jullie heel graag morgen weer bij een gloednieuw koopadvies hier op TechTime. En in dit geval hebben we dus een koopadvies voor een complete stream setup voor €750. Thanks voor het liken, thanks voor het kijken. En zoals altijd zeg ik weer, tot ergens.